Gozens. Achterin is Navratil. En die komt aan de bal. En het is een serieuze kans voor Darry. En een geweldige redding van Sergio Pat. Een corner dus slechts voor Heracles. Makkelijk afgeweerd door FC Groningen. Dat door het oog van de naald kroop. Volgende aanval. Weer Darry. En nu geen houden aan voor Sergio Pat. Maar dan krijgt hij het geluk dat hij heeft afgedwongen. Zo even op het schot van Pelupes. Ja, het brengt reuring in het stadion. Bijna een voorsprong voor Heracles. Idrissi. Weggewerkt. Drosten. Terug bij Idrissi. Oussama Idrissi. Maduro. Rusnak. Buitenom komt Burnett. Rusnak. Daar de kans voor Idrissi. Bruns. Kan naar Navratil. Die heeft een actie nodig of een goede voorzet. Ja, en daar Weghorst. Nu niet te missen zou je denken. Maar Belhassani krijgt de voeten niet tegen. Omdat Larsen hem dat onmogelijk maakt. Belangrijkste moment van Kasper Larsen in deze wedstrijd. Hij voorkomt een Almeloze treffer. Belhassani achter de bal. Gekopt door Gozens. Weer gerept door Sergio Pat. Een redding net zo waardevol als die in de eerste helft. Bakuna. Laat zich in de luren leggen door Darry. Weghorst. Goed gespeeld. Bruns. Je kans. Bruns en weer Pat. Het wordt eentonig. Vrije schop Belhassani. Lastig kop weg. Tibbling. Burnett, Tibbling. Dit is een gevaarlijke uitbraak van Groningen. Is dit de breakout van de wedstrijd? Is dit de kans die verzilverd gaat worden? Jazeker, door Albert Rusnak. Heracles had aan één goal genoeg. Nu moet het er drie maken. En toch zeker twee om een verlenging af te dwingen. Het is niet mooi wat Groningen laat zien, maar dit zijn van die wedstrijden waarin het doel de middelen heiligt. Gozens. En weer een redding van Sergio Pat. Ook deze heeft de kopbal van Gladon. En deze zou er zijn ingegaan. Weghorst. Tegengehouden door Larsen. Voorgezet Breukers, ingekopt zomaar 1-1. Al een minuut of 20 getransformeerd van centrale verdediger naar spits. Tweede spits naast Weghorst en hier bewijst zomaar zijn waarde. Sergio Pat geklopt en de slotfase gaat er nog toe doen. De counter van Groningen. Hier is Brian Lins. Drost is mee, Drost kan doorlopen en kan de wedstrijd in het slot gooien. Maar Drosten doet dat niet. Hij is in Groningen shirt nog niet de speler die hij was in Zwolse dienst. En het kan hij ook bij deze kant niet van zich afschudden. Weer hoog. Zomer. De lucht in. Weghorst de lucht in. Geschreeuw om een strafschop. Dat hoort erbij in de extra tijd van een wedstrijd als deze. Er hoeft geen aanleiding te zijn voor het geschreeuw. Je speelt gewoon mee met de anderen. En dan deze kopbal erin, zeg! Gladon! Scoorde eerder dit seizoen één van zijn twee goals. In Heracles shirt tegen Groningen en doet het nu in extremis. In de extra tijd gaat de wedstrijd een verlenging tegemoet van twee keer een kwartier. Tibbling. De Leeuw kreeg een duw, hè, van Te Wierik. Scheidsrechter doet er luchtig over. Maar dit is gewoon een overtreding. Had een penalty moeten zijn voor FC Groningen. De scheidsrechter stuurt daar Erwin van der Looy de tribune op. Waarschijnlijk op advies van de vierde man.
heeft daar van de Looy kennelijk een woord gezegd dat de scheidsrechter in de verkeerde kerk had schoot. En deze, zat die niet dan? Er wordt gejuicht, maar er wordt ook gevoetbald. Geen goal dus, bal op de lat en kennelijk niet erin. Doel in technologie, niet hier in Almelo. En Lintz aan de andere kant haalt er een corner uit. Uit de hoekschop. De kopbal van Weghorst voor de lijn, daarna stuit de bal terug. Is hij dan op het moment over de lijn geweest? Waarschijnlijk niet. Nee, geen goal. Drosten. Gladon. En voor de goal is Weghorst. 3-1. Er zullen geen penalties komen in de afloop van deze wedstrijd. Alle heldendaden van Sergio Pat, ze lijken niet genoeg voor Groningse winst. Heracles kreeg zoveel kans uiteindelijk dat ze er wel in moesten gaan. En zo gaat de ploeg die de boventoon voerde de hele middag zeer waarschijnlijk winnen. En op weg naar de finale van de play-offs. Breukers. Darry. Brahim Darry. Darry. 4-1 ook nog, ja! Een eventuele tegengoal nog van FC Groningen is hiermee al verholpen door Heracles. Maar de goal is weergaloos. En de zegen komt Heracles toe. Weghorst neergegaan. Er komt een rode kaart voor Larsen. Die zich van de prins geen kwaad zegt te weten. Maar die hier Weghorst raakt met een vreemde beweging. Totaal overbodig. Geboren uit frustratie. Zo bezwijkt FC Groningen. Dat zo dicht bij de finale was. Dat na 85 minuten nog met 1-0 voor stond. Pelupessi. Nog eentje. Het stond 0-1 na 85 minuten. Drost had voor Groningen de 1-2 nog op de voet. Maar het werd 2-1. En inmiddels is het 5-1 en 11 tegen 10. En de ene goal is mooier dan de andere. Dit is misschien wel de allermooiste. Het zijn mooie goals. Anders zou Pat ze niet hebben doorgelaten.